Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Prima. Bent u racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Hoi, ik ben Amin. En ik ben Elisa. En vandaag gaan we Thierry Baudet interviewen. En daar hebben we super veel zin in. Maar het is wel een beetje spannend. Ja, dat is Thierry Baudet. Kom! Kom! Zo, wat leuk dat jullie mij interviewen, zeg. Ja, ik vind het ook leuk dat jullie hier tijd voor maken. Ik vind het gewoon spannend voor de eerste keer zo'n interview doen. Ja. Want ik vind het juist leuk om te interviewen. Ja, ik vind het ook wel en leuk. En vooral zo'n bekend persoon. We gaan best kritische vragen stellen en persoonlijke vragen. Ik heet Elisa. Veel mensen zeggen Elisa. Gebeurt dat ook bij uw naam vaak? Ja. Heel veel mensen zeggen Thierry, terwijl het is Thierry. Ja. Okay. Ja. Hoe vind jij dat ze je naam soms verkeerd uitspreken? Ja, soms wel best wel irritant, want dan hoor je de hele tijd een andere naam en dan denk je van, ik heet niet zo. Ja. Ja, we verwachten dat hij eerlijk en oprecht antwoord geeft. Het ging een paar jaar geleden heel goed met uw partij, nu ietsjes minder. Bent u daar wel eens verdrietig over? Nee, ik vind ook niet dat het nu minder goed gaat. Ik heb juist de indruk dat het nu beter gaat dan ooit. We hebben meer leden dan ooit. Onze bijeenkomsten stromen vol met mensen. Intern hebben we het ontzettend naar ons zin. We hebben meer interactie op sociale media dan ooit tevoren. We krijgen ook steeds meer gelijk. Het gelijk komt naar ons toe. Ze zeggen nu, oh, maar dat heeft Baudet 3 jaar geleden ook al gezegd. Bijvoorbeeld over de kosten van al die windmolens en zo waar wij tegen zijn. Dus het gaat eigenlijk beter dan ooit. Ja, maar er is best wel veel kritiek. Denkt u dan ook dat mensen gaan stemmen op uw partij? Ja, ik denk dat heel veel mensen op ons gaan stemmen. Veel meer dan sommige voorspellers nu denken. En dat er kritiek is, dat is ook logisch, want wij bedreigen het systeem. En het systeem gaat zich natuurlijk verdedigen. En dat doen ze altijd op dezelfde manier. Hè? Dan noemen ze je een nazi en een fascist en een racist en noem het allemaal op. Dat zijn de standaard slogans waarmee het systeem zichzelf verdedigt. Eigenlijk kijkt volgens mij heel Nederland dwars doorheen. Het is niet dat het spannender is dan bij de andere politicussen, want hij is ook gewoon politicus. Maar het is wel een soort van, ja, hij wil wel andere dingen dan andere politicussen. Hun partij is de enige partij die van de coronamaatregelen af wilt. Dus je hebt wel iets ander gevoel dan bij de anderen, denk ik. Ja, want hij denkt ook anders dan de anderen. Dus het is niet zomaar een persoon om te interviewen. Dus dat is best wel, ja, dat maakt het wel interessant. Ja. Wat moeten kinderen weten van uw partij? Het belangrijkste is dat wij als enige partij willen stoppen met alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus wij willen stoppen met de lockdown, stoppen met de coronamaatregelen. En voor kinderen en voor jongeren is dat natuurlijk ook, net als voor alle andere mensen in Nederland, maar ook speciaal voor jongeren, want die hebben op geen enkele manier een risico door corona. Terwijl jullie levens worden wel enorm ingeperkt. Je mag niet naar school, je moet thuis blijven. Corona is van de orde van grootte van een griep. En we zijn met z'n allen helemaal doorgedraaid in een paniek. In een echt een overdreven reactie. Oké, duidelijk. Ik vind dat het wel zijn eigen mening is. Dus hij mag denken wat hij wil. Hij mag zeggen wat hij wil, want het is gewoon zijn eigen mening. Ja, maar toch denken de meeste mensen er anders over. Ik denk er ook gewoon anders over. U houdt zich niet aan de coronaregels. Waarom niet? Omdat ze belachelijk zijn. Omdat het nergens op slaat. Maar waarom slaat het dan nergens op? Omdat corona niet gevaarlijker is dan een griep. Dus we gaan toch niet ons hele leven stopzetten omdat je een minuscule kans hebt om ziek te worden van iets wat gewoon bij het leven hoort. Griep krijgen. Maar nu met de Britse variant is het nog erger geworden en nog veel besmettelijker. En er bestaat alsnog een kans dat er heel veel mensen sneuvelen. Ja, maar die kans bestaat ook als je het vliegtuig instapt. Kun je ook neerstorten. Maar toch accepteren we dat als een normaal onderdeel van het leven. Wat we nu aan het doen zijn is echt waanzin. Dit zal door historici, door geschiedkundigen, zal dit worden bezien als een tijd van totale gekte. Zoals we ook nu terugkijken naar de tulpenmanie of de heksenverbrandingen. Dit is echt de grootste waanzin die ik ooit heb meegemaakt. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee. En hoezo dat? Omdat ik accepteer het lot. Ik accepteer hoe de dingen gaan in het leven. Ik doe mijn best. Ik doe echt mijn uiterste best.
dat ik gelijk heb, dat ik de enige ben die die dingen juist ziet, daar twijfel ik ook geen seconde aan. Maar ja, of de Nederlandse bevolking daar ook voor gaat stemmen, dat heb ik niet in de hand. Heeft u dan ook een ambitie voor als u de verkiezingen wint? Niet voor mezelf. Ik doe dit niet omdat ik minister wil worden of een baan wil. Maar ik heb wel een ambitie voor het land. Het gaat me ontzettend ter harte dat Nederland zo te gronde wordt gericht door ongelooflijke klojo's die geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn. En ja, ik hoop echt dat we dit land weer wat beter kunnen maken. Oké. Okay. Ik vind wel, ik waardeer het wat hij allemaal zegt. Ik vind het juist ook goed wat hij allemaal zegt, dat hij Nederland beter gaat maken. Ja, dat vind ik echt goed. Maar over die coronaregels en ja, vind jij het zelf? Niet zo goed, maar voor de rest ben ik echt tevreden, gewoon tevreden over hem. Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Dat is prima. Het racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Ik ben de minst racistische persoon die je kan voorstellen. Voor mij maakt het helemaal niets uit wat iemand zijn achtergrond is, of zijn huidskleur, of zijn religie, of zijn seksuele voorkeur. Ik vind dat we allemaal gelijk zijn in Nederland en dat we het samen moeten doen. Maar u heeft wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is ook zo. Ja, maar ja, dat is toch eigenlijk best wel racistisch. Waarom? Ja, want dan ja, discrimineert u alle buitenlandse mensen. Nee, dat zou zo zijn als ik zou zeggen dat alle buitenlanders crimineel zijn. Maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is waar. En bijvoorbeeld Oost-Europese bendes. Hè, en omdat we onze grenzen niet controleren, zijn er heel veel mensen die in het oosten van het land wonen, aan de grens met Duitsland, die worden dan beroofd. En die buitenlandse criminelen, die gaan dan zo de grens over. En dan kan de politie ze niet meer pakken. Maar dat heeft niks met ras te maken. Ik heb zelf in een artikel gelezen dat hij vrouwen ja, minder waardig vindt. Dus daar ga ik wel eens over vragen. Ik vind dat vrouwen precies dezelfde rechten hebben als mannen. Ik vind vrouwen ongelooflijk geweldige mensen. Net als dat ik heel veel mannen geweldig vind. En ze zijn geen centimeter minder dan mannen. Oké. Okay. Ja, ik vond wel dat hij goed reageerde op de vragen. Ik vond wel dat hij anders reageerde dan op andere interviews. Soms zegt hij dat er veel racistische dingen zijn. Want hij discrimineert ook soms in sommige interviews. Maar alleen het viel me op in dit interview was dat niet zo. Misschien omdat wij kinderen zijn dat hij dat niet vertelt. Ja, maar ik vond wel dat hij zijn eerlijke mening gaf over dat wij bijvoorbeeld, dat hij niet wil dat wij nu al stemmen om deze leeftijd. Dus daar laat hij wel gewoon zelf door dat soort vragen. Vindt u dat kinderen en jongeren ook moeten stemmen? Nee. Hoezo niet? Omdat ik denk dat als je opgroeit, dat je heel veel aan het leren bent over de wereld. En dat als je 18 bent, dan ben je voldoende geleerd om mee te kunnen stemmen. Maar daarvoor zit je nog in het proces van er meer over leren kennen. Ik denk dat het goed is dat we mensen die onder de 18 zijn de kans geven om het leven te leren kennen, maar nog niet de verantwoordelijkheid laten dragen om het land mee te besturen. Veel kinderen maken zich zorgen over het klimaat. Wat wilt u tegen hem zeggen? Je hoeft je geen zorgen te maken over het klimaat. Het klimaat verandert altijd. Alleen het gaat niet sneller nu dan vroeger. En er is ook niks gevaarlijks aan de hand. De mens heeft waarschijnlijk helemaal geen invloed daarop. Dus maak je geen zorgen. Oké. Okay. U wilt kleinere klassen. Maar als we een tekort aan leraren, hoe zou je dit gaan oplossen? Wij willen docenten beter betalen. Ik vind het vak van docent ontzettend belangrijk. Echt een van de belangrijkste banen die er is. Je leidt de nieuwe generatie op en daar mag je best wat meer belonen. Was ik goed op school? Niet in het bijzonder, nee. Ik vond school maar een beetje saai. En ik zat altijd een beetje andere dingen te doen. Ik verveelde me eigenlijk, vooral als scholier en als kind. Werd u gepest op school? Nee, ik ben nooit gepest. Gelukkig. Ja. Ik was een beetje zenuwachtig omdat hij vorige keer was weggelopen bij het interview. Maar ik dacht, ja, wij zijn kinderen, dus waarschijnlijk gaat hij straks bij ons niet weglopen. Doet u ook andere dingen dan politiek? Ja, ik doe aan kickboksen en ik speel piano. Ben je tevreden? Ja, jij? Ik ook. High five. Mogen wij een TikTok-filmpje met u opnemen? Ja hoor, dat is goed. Oké. Okay.
Forum voor Democratie is de enige partij die wil stoppen met alle lockdownmaatregelen en de vrijheid aan alle Nederlanders weer teruggeven.